Over de pogingen die u doet om een motorclub te verbieden. Dat is al eerder geprobeerd met de Hells Angels bijvoorbeeld. Nu probeert u het met de Bandidos. U zit hier daarom aan tafel. En naast u zit de burgemeester van de bakermat van de Bandidos. Sorry dat ik het zo noem. Echt zuster, hè? Want dat is de plaats waar u burgemeester bent, Jos Hessels. Hoe merkt u dat eigenlijk, dat de Bandidos daar kwamen? Hoe maakt u kennis met hen? Nou, het begon met een knal. Met een knal. Wij wisten dat er iets had aan te komen. Er waren wel al andere motorbendes ook in onze gemeente actief, in de regio actief. Daar waren al problemen mee geweest. In cafés, zelfs in het kleine stadje Nieuwstad, al Wild West schietpartijen op de markt. Maar op een gegeven moment werd... Onderling? Tussen tussen mensen die ook met een motorclub in verband gebracht konden worden, die op elkaar schoten. Degene die waar toen op geschoten werd, die heeft zich onder een auto kunnen verschuilen. Ja. Maar die is de dag erna is die alsnog thuis geliquideerd. Dus dat soort verhalen. Juist. Maar uiteindelijk is een van de inwoners van Nieuwstad in Duitsland tot eerste president van de Bandidos Nederland uitgeroepen, benoemd. Uh-huh. En in diezelfde nacht, dus het is 's avonds gebeurd, en 's nachts rond een uur of drie ging er een handgranaat af, een professionele handgranaat, voor zijn deur. In een van de toegangswegen naar dat stadje. Echt op het moment dat daar ook mensen langs hadden kunnen fietsen die uit waren geweest of zo. Ja. Wat een enorme consternatie veroorzaakte. Buiten het feit dat er heel veel schade was. Kijk, zo'n handgranaat, dan krijg je een krasje op de auto's, maar het gaat dwars door het platenwerk heen. Ja. Ik geloof 7 auto's beschadigd, 5 huizen. Mm-hmm. Maar gewoon de angst bij de mensen. En het allerergste was, een week later gebeurde het weer. Bij hetzelfde huis, op dezelfde manier. De schade was net een beetje hersteld. En ja, dan kom je daar. Toen was het om 12 uur 's nachts, dus eigenlijk nog een gevaarlijker tijdstip. En dan kom je daar als burgemeester midden in die nacht aan. En dan staan de mensen op straat. En die zijn ten einde raad. Ja. Mensen met kinderen die zeggen, wij blijven hier niet meer slapen. Wij voelen ons niet meer veilig. Nee. Ja, ze blijven gewoon niet meer thuis slapen. Ze gingen weg, ze wilden vertrekken. Ja. Laten we even kijken hoe die Bandidos sinds 2014, toen ze zijn opgericht, in het nieuws zijn gekomen. De beruchte motorclub Bandidos komt naar Nederland. De politie onderzoekt of ruzie tussen twee motorclubs de oorzaak is geweest van de aanslag dit weekend op een huis in het Limburgse Nieuwstad. Opnieuw is er een explosief gegooid naar de woning van een Bandidos-lid in Nieuwstad in Limburg. Twee leiders van de Alkmaarse afdeling van motorclub Bandidos zijn gearresteerd. Ze zouden een lid hebben afgeperst. Volgens getuigen reden enkele auto's voor, drongen de inzittenden het café binnen en sloegen erop los. De explosie vannacht in het Limburgse Susteren blijkt bij het huis van lid van motorclub Bandidos te zijn geweest. Vuurwapens, amfetamine, vals geld, gestolen auto's, vuurwerkbommen. Zo werd Harry Ramakers, het kopstuk van de Limburgse afdeling van de Bandidos, vanochtend uit zijn huis in Nieuwstad gehaald. Ja, ik blijf nog heel even bij u, meneer Hessels. U heeft er zelf ook persoonlijk hinder van ondervonden, hè? Ja, je vindt er dagelijks persoonlijk hinder van, ja. Ja. Ja, maar ik begrijp dat u ook bedreigd bent. Dat is ook voorgekomen. Ja, ja, in mindere en in meerdere mate. Maar ook zodanig dat het dat er echt aangifte van gedaan is. Ja. Door wie bent u bedreigd? Dat weet ik wel. In ieder geval niet door de Bandidos. Niet door de Bandidos? Nee, maar wel vanuit de motorbendes, ja. Van een andere motorbende? Ja. Want u doet er een beetje geheimzinnig over. Ja, nou ja, ik denk dat het niet veel nut heeft om daar nu dieper op in te gaan. Maar het belangrijkste is dat je dus in die hele omgeving ziet dat mensen zich dat aantrekken. Dat het dus gaat ook om strijd tussen meerdere van die bendes. Het is een territoriumstrijd. Ja. En daar hebben we echt last van. Een gedeelte van wat die mannen doen, allemaal meestal iets te dik zijn, iets te veel tatoeages hebben en allemaal dezelfde wat kinderachtige jasjes aan, is dat ze daarmee willen intimideren. Ze willen bijvoorbeeld in de publieke ruimte intimideren. Hoe gaat dat in zo'n dorp als het uwe? Ja, als je er tussenin staat, zijn het geen kinderachtige jasjes overigens. Dan komt het heel serieus en heel intimiderend over. Dat bedoel ik. Gebruiken ze het ook voor. Ja. Ze zitten helemaal vol met symboliek. Je ziet precies wat iemand uitgespookt heeft eigenlijk aan zijn jasje en wat voor een rol dat hij heeft. Allereerst is het tegen elkaar. Laten zien, wij zijn er. Mm-hmm. Dit is van ons, dit is ons territorium. En wij laten ons er niet door een andere club verdrijven. En als die er wel komt, nou, dan gaan ze in het beste geval met elkaar op de vuist. In veel gevallen wordt er dan ook erger geweld gebruikt. Maar het speelt natuurlijk ook, heeft het een grote invloed op de mensen zelf in zo'n dorp.
Als daar een grote groep van die mensen binnenkomt, waarvan je weet, en zeker bij mij in de gemeente, zijn allemaal 24 kleinere dorpjes bij elkaar. Daar verwacht je zoiets niet. En als je dan weet dat er niet één keer en ook niet twee keer, maar 5, 6 keer met granaten gegooid is, met brandbommen gegooid is, geschoten is. Maar u kunt ze niet echt wegsturen als ze daar op het terras gaan zitten? Je kunt ze juridisch niet wegsturen. Nee. We kunnen van alles proberen. Wat wij doen is dat we ook als we weten dat ze regelmatig bij een café komen of dat ze regelmatig ergens anders bij elkaar komen. Ik heb cafés gesloten. Ik heb gesprekken gevoerd met de bandidos zelf. Ja. Ik heb gesprekken gevoerd met uitbaters van cafés. Wij willen dat hier niet. Nee. Want ik kan heel duidelijk aantonen door al die gebeurtenissen, de mensen gaan zich ontzettend onveilig voelen als een van die clubs hier. Fred Westerbeek, we zagen net wat beelden. En iconisch is dat beeld natuurlijk van die man in die onderbroek die daar die politiewagen in gaat. Die is geloof ik weer gewoon thuis, hè? Ja, die is gedurende het onderzoek, zoals dat zo mooi heet. Hij zat aanvankelijk in de voorlopige hechtenis en is door de rechtbank is zijn voorlopige hechtenis in ieder geval opgeven of geschorst. In elk geval mag hij in vrijheid zijn strafzitting afwachten. Ja, dus in die zin schiet het niet op? Ja, dat schiet niet op. De strafzaak gaat er gewoon komen. Hè? En uiteindelijk zullen we. Zo'n beeld suggereert een zekere mate van haast. Hè? Snel mee nu. Je mag niet eens je lange broek aantrekken. En nu zit die man gewoon weer thuis. Ja, maar de strafzaak is gestart. Er loopt een groot onderzoek. Die zal ook binnen nu in enkele maanden zal deze zaak ook op zitting gaan komen. En dan zullen we gaan zien wat daar ook uit gaat komen. En er ligt een groot dossier. En wat we alleen zien is dat in dit soort grote zaken enorm veel vragen van de advocatuur komen. Dat zijn vaak ook hele terechte vragen. En die leiden wel dat zo'n strafzaak niet van vandaag op morgen is afgerond. Doe je het eigenlijk expres dat je hem zo in de onderbroek naar buiten laat komen? Dat je denkt van, nou ja, ze zien natuurlijk normaal heel intimiderend uit en nu staat hij een beetje voor aap? Nee. Ja. Dit zouden wij nooit expres doen, zo op die manier. Maar kan je hem toch gewoon zijn broek aan laten trekken als die strafzaak toch nog loopt? Ja, ik weet niet precies wat de reden is geweest dat het hier zo is gegaan. En hoe duidelijk was hoe dat. Laten we dat los. We gaan weg bij de witte benen van deze meneer. Maar wel even, deze man maakt deel uit van een gezelschap. En dat gezelschap is die bandidos. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, als één persoon iets heeft gedaan, dan pak je die ene figuur aan. Wat u wilt doen, u wilt het hele gezelschap aanpakken. Ja. En waarom zou u dat lukken, denkt u? Nou kijk, er zijn twee redenen. Om te beginnen misschien is het goed om uit te leggen waarom we dat willen. En waarom we dat willen is eigenlijk omdat wij vinden in Nederland dat dit soort clubs eigenlijk geen bestaansrecht zouden moeten hebben. Ze plegen strafbare feiten, ze intimideren, ze plegen geweld. En we hebben daar als Nederland gewoon last van. De burgemeester heeft zojuist uitgelegd hoe dat uitwerkt in zo'n gemeente. Ja. Dat heeft ertoe geleid dat wij landelijk met burgemeesters, met de Belastingdienst, met de politie op grote schaal een afspraak hebben gemaakt hoe wij proberen dit soort clubs, er zijn er natuurlijk meer van, maar we hebben het vandaag over de bandidos, hoe wij dat gezamenlijk willen aanpakken. En daar horen een aantal dingen in. Dat zijn strafrechtelijke onderzoeken doen, dat betekent bestuurlijk optreden. En we hebben gezegd, we gaan ook proberen een verbod te krijgen, gewoon dat ze hier niet meer mogen zijn. En wij in het verleden is ook door rechters gezegd van ja, het gaat niet om de club, het gaat om de afzonderlijke leden. En als u die afzonderlijke leden binnen een club, of ze nou op voetballen, op dansen of op motorrijden zitten, die kun je arresteren, die kun je achter slot en grendel zetten als daar een reden voor is. Maar we kunnen niet de club waar ze deel van uitmaken ook verbieden. En waarom nu wel, denkt u? Ik denk dat dit een hele mooie samenvatting van de uitspraak is geweest die destijds was. Er zijn in ons dossier ziet het om te beginnen nu heel anders uit. Destijds heeft de rechter ook gezegd, Openbaar Ministerie, jullie moeten meer feiten, meer zaken aandragen die het mogelijk maken om zo'n verbod voor elkaar te krijgen. We hebben nu een dossier wat vele malen verder gaat dan het dossier wat we destijds bij de Hells Angels hadden. Ja. Dus daar begint het al mee. Dus U bedoelt dat er meer leden zijn die. Misschien kunt u het zelf uitleggen. Wat bedoelt u eigenlijk daarmee? Wat wij daarmee willen zeggen is dat wij kunnen laten zien wat de bandidos allemaal in Nederland al hebben gedaan. Welke strafbare feiten ze plegen. Hoe ze als club zich verhouden. Wat daar de gebruiken zijn. De gebruiken die te maken hebben met het plegen van gewelddadigheden. U zegt dat is een gebruik bij de bandidos om gewelddadigheden te plegen. Ja. Dat is een soort afspraak die je maakt als je lid wordt van de club. Als je lid wordt van de club, dan is dat een onderdeel van de clubcultuur. En als je geweld pleegt, dan stijg je in de achting. Kom je hoger in de hiërarchie. Ja. En dat wordt ook van je verwacht. En als je gewelddadigheden pleegt of betrokken bent bij strafbare feiten of daar getuige van bent, dan geldt onder andere bijvoorbeeld zoiets als je mag er nooit met justitie en politie over spreken. Maar in Nederland geldt dat als jij getuige bent van iets bent, dan ben je verplicht om zelfs om een verklaring af te geven. En u zegt dat aspect, dat je dus afspreekt dat je daar je mond over houdt, dat is dus eigenlijk al een strafbaar feit.
Nou, dat is in ieder geval in strijd met de regels die we in Nederland hebben afgesproken. Nou, u zegt, je bent verplicht om daarover te praten. Ja, je bent verplicht, maar dat levert geen strafbaar feit op. Okay. Dat is dan weer net even anders. Ja. Maar er zijn in Nederland heel veel regels die voor iedereen gelden, waar zij zich niet aan houden. En dat is eigenlijk kort gezegd waarom wij zeggen, hun handelen is in strijd met de openbare orde. En dat maakt dat wij vinden dat ze hier geen bestaansrecht hebben. En als nou die andere mannen van de Bandidos zeggen, want ze zijn ook wel eens, ik geloof niet, ik weet niet of dat de Bandidos waren, want ik weet ook niet precies wie is, als ze zo'n leren jasje aan hebben, maar die zijn ook wel eens hier geweest. Die zeggen gewoon, ja, wij rijden gewoon motor. En er zitten misschien wel wat foutere mensen bij ons dan op de tennisvereniging. Maar daar kun je ons toch niet op aanspreken. Wij zijn gewoon een motorclub. Nee, maar uit ons dossier blijkt, mag ik daar een voorbeeld van geven, van iemand die afgeperst wordt, die vervolgens met de politie in gesprek wil komen. En dan hebben wij tapgesprekken waaruit blijkt dat hij gebeld wordt door leden van de Bandidos, die even uitleggen dat hij alleen nog maar met hun mag praten, dat hij op geen enkele manier met justitie verder in gesprek mag, en dat er anders maatregelen worden getroffen. En vervolgens, en dat gebeurt echt heel nadrukkelijk vanuit de naam van deze club. Ja. Krijgen we ook nog een verklaring dat blijkt dat is gebeurd. En deze man trekt zich terug en wil op geen enkele manier met justitie verder over deze zaak. Het is maar één voorbeeldje van de vele die we hebben, waar het blijkt dat het beeld van we rijden alleen maar een beetje motor niet klopt. Ze plegen strafbare feiten, ze bedreigen en op allerlei manieren houden ze zich eigenlijk niet aan de regels die in onze samenleving gewoon gelden. En dat betekent dus, als ik het goed begrijp, dat een ieder die deel uitmaakt van de Bandidos in uw optiek, en dat wilt u dan bewezen krijgen, deel uitmaakt van een criminele organisatie? Nee, dat is weer wat anders. Dan gaat het om een strafbaar feit. Ja. Dat kan zijn dat wij ook, want we treden ook strafrechtelijk op, maar in deze procedure zeggen wij dan dat deze club hier niet meer mag bestaan. Dat moet overigens, dat leggen wij voor aan de rechter. Als de rechter zegt, dat zijn wij met u eens, dan mogen zij in deze vorm zich in Nederland niet meer laten zien. Nee. Dat betekent geen hesjes meer, dat betekent geen club, geen bandidos meer in Nederland. Ja. En dan gaan ze naar de H&M en dan plakken ze een andere sticker op en dan heten ze opeens de Transito's en dan zitten ze weer bij u op het terras, meneer Hessels. Ja, die kans is natuurlijk groot. Maar het heeft wel een hele belangrijke signaalwerking als je die eerste club verboden krijgt. Het is wat mij betreft ook maar een eerste stap. Want de problemen die er ontstaan, de veiligheidsproblemen die er in de wijk ontstaan, is omdat meerdere van deze clubs met elkaar het aan de stok krijgen. En dan zul je dus ook verder moeten gaan. Maar ik heb ook als burgemeester iets nodig als ik bestuurlijke maatregelen wil nemen tegen deze clubs. Ja. Ik moet nu, als ik bijvoorbeeld, concreet voorbeeld, een hennepkwekerij, grote hennepkwekerij, we hebben dan de regel, de eerste keer waarschuwen in een woning, tenzij daar verzwarende omstandigheden zijn. Mm-hmm. Ik heb een concreet geval waarbij het heel duidelijk verbonden is met een motorbende. Ja. Ik mag dat niet als verzwarende omstandigheid gebruiken. Het is precies hetzelfde als of je nu lid bent van de Bandidos of dat je lid bent van de plaatselijke biljartvereniging. Ja. Het is toch echt iets anders, dat weten we allemaal. Maar bewijs het maar eens. Je kunt dit niet bewijzen. Ik kan in ieder geval als burgemeester mag het niet gebruiken. Nee. Als er zo'n verbod zou zijn, dan kunnen wij in die gemeente waar we proberen om die veiligheid op straat te garanderen, kunnen wij keer op keer zeggen, u bent lid van een organisatie die verboden is, en daarom mag ik ook tegen u zeggen dat u daar niet mag verblijven, ja, dat u die hesjes niet mag dragen. Nee, dat begrijp ik. Maar het punt was even, ik wil echt niet negatief doen over het werk wat u doet. Nee. Maar ik kan me echt toch best voorstellen dat als de Bandidos morgen of wanneer dan ook verboden worden, dat ze een andere naam noemen, een ander jasje aantrekken, en dat dan dat hele spektakel weer opnieuw begint. Of is dat niet zo? Nou, kijk, de eerste reactie is, als zij evident verder gaan onder een andere naam, dan geldt dat nog steeds datzelfde verbod. Ja. Want als dat alleen maar een sticker verwisselen is, dan is dat niet. Kijk, als zij zich helemaal verspreiden en verdelen over andere clubs, dan wordt dat een stuk ingewikkelder. Ja. En ik zeg ook niet dat dit civiele verbod, de Haarlemmer Olie, de oplossing voor deze problematiek is. De problematiek moet de breedte worden aangepakt. We moeten strafrechtelijke onderzoeken doen, we moeten bestuurlijk optreden. Ja. Dit verbod helpt daar ook bij, maar is ook niet de enige oplossing. Maar we denken wel dat het een belangrijke extra stap is die gaat helpen. Zeker als we dat straks ook voor andere clubs op dezelfde manier gaan vragen. Want in uw ideale wereld gaan ze er allemaal aan, al die clubs. Zeker. Ja, want de Satudara is geloof ik al verboden in Duitsland, hè? Klopt, ja. Er stonden nog gisteren geloof ik 14 mensen voor de rechtbank. Dat is juist. Ja. Oké, wanneer denkt u dat er een begin van een succes zou kunnen gloren in uw werk? Ja, kijk, het begin van het succes is natuurlijk als we een eerste uitspraak hebben. En dat is? Als dat allemaal niet tegen zit, dan hopen wij voor de zomer een eerste uitspraak van de rechtbank te hebben. Waarbij er uiteindelijk dan altijd nog weer een hoge beroepsmogelijkheid is. Dus voordat dat dan
laat ik maar zeggen, van kracht kan gaan, kan dat langer duren. En dat is nou eenmaal wel de regelgeving waar we het in Nederland mee te doen hebben. In Duitsland werkt dat anders. Ja. En ik hoop wat dat betreft ook nog dat er ook in Nederland wellicht nog alternatieven gezocht worden. Die worden op dit moment ook gezocht om wellicht ook nog sneller te kunnen acteren. Ja, ja. Voorlopig zitten die mannen nog wel even op de motor dus. Na de strafzitting die er in, bijvoorbeeld in Limburg gaat plaatsvinden, een flink deel van hun ook gewoon in de gevangenis. Juist.